Vorige maand won ze de Nationale Onderwijs Toptalentprijs vanwege de hoge kwaliteit van haar afstudeerproject. Even was Robin Lemme uit Maasbree weer terug op basisschool De Springplank in Koningslust, waar ze het onderzoek uitvoerde. Nou, het was een hele eer. Ik had het eigenlijk niet verwacht. Zeker omdat het een scriptie was waar ik eigenlijk hier had gekeken, wat hier het probleem was, om hier op school te helpen. En ik had niet gedacht dat zo groot zou worden opgepakt en dat er misschien meerdere scholen mee aan de slag gaan. Dus dat is wel een hele eer en natuurlijk ook wel fijn als ik straks weer een nieuwe baan zoek. Robin Lemme onderzocht tijdens haar PABO-studie de verbetering van het onderwijs op kleine scholen in krimpgebieden waar men lesgeeft aan verschillende leerjaren in één klas. Van doorslaggevend belang daarbij is de wijze waarop leerkrachten feedback geven aan leerlingen. Hier in Koningslust hadden ze te maken met een leerlingendaling, nu nog steeds. En daarom werken ze nu op een aantal middagen met drie leerjaren in één groep. En we merkten als leerkrachten dat doordat je veel instructie moet geven, omdat er drie leerjaren of twee leerjaren moet je twee keer instructie geven. En we merkten dat de kinderen niet zelfstandig genoeg waren om daarna echt aan de slag te gaan. Dat ze vaak leerkrachtafhankelijk waren. Dus als ze niet wisten wat ze moesten doen, dan was het eigenlijk even wachten totdat de leerkracht zei wat je kon doen. En met mijn onderzoek heb ik gekeken hoe we dat kunnen verbeteren. En dat kan door feedback in te zetten. Ik heb een stappenplan ontwikkeld, een klein boekje voor iedere leerkracht. En daar staat precies in welke vragen dat ze kunnen stellen tijdens welke stap van de les. Omdat we altijd een model aanhouden die aangeeft wat je moet doen tijdens de lessen. En er staat precies in welke vragen dat de leerkrachten de kinderen kunnen stellen. De Onderwijs Toptalentprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan twee talentvolle startende leerkrachten in de categorieën basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dit jaar deden een record aantal van 30 lerarenopleidingen mee, die allemaal hun beste student van het afgelopen schooljaar hadden genomineerd. Lemme kreeg een bronzen trofee en een bedrag van €1000.